Rode zit het er helemaal niet zitten, want hij is moe. Hij zit wel, maar hij ziet het helemaal niet meer zitten. Ja mensen, ik ben een beetje over en over en over de zeik. Een hele goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 4 maart 2021. En zoals je wellicht kan zien op de klok is het 11:55. Dat betekent dat ik mijn jas aan heb en dat ik lekker Lady uit ga laten. En ik heb Rowan aan de telefoon, want we gaan samen lopen met de hondjes. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik heb eventjes Lady haar aan de oude lijn. Lady, wacht even. Lady. Goed zo, wachten. Ho. En wat Lady ook kan, dat is dit. Hier, doe maar. Goed zo, wachten. Ho, wacht even, schat. Wacht even. Blijf. Hier, naast. Lady, naast. Naast, kom. Kijk, en dan heb ik ook mijn handjes vrij. Hey. Naast, naast, naast. Goed zo, hè. Hier. Kom, kom. Deze kant, kom, kom. Kom, kom. Ga mee. Goed zo. En dat kent zij dus ook. Ja, hè. Zo, kan je lekker aan het lopen. Hij heeft de politielijn bij zich. Dametjes in volgorde. Ja, schat, ik moet lopen. Loffie wil graag aan de binnenkant lopen, maar Jutty moet aan de binnenkant. Ja, en als ze zou zijn, dan mogen ze voor. Ja. En hoe ik het heb gesloten, dat is heel simpel. Ik zal hem even losmaken. Als ik nee. Even wachten, schatje. Normaal heb ik het dus hartstikke fijn. Zo vast. Even zo. Normaal heb ik het dus zo. Nu maak ik hem hier los. En gelijk de eerste grote ring doe ik hem weer aan vast. En dan om me heen slaan. Eigenlijk zou ik jou om me heen slaan, om me heen doen. Ja. En dan de karbijnhaak aan de voorkant. En zo kun je dus weer lopen. Heb je dus toch je handen vrij als je dus 1 of 2 honden hebt en je wil je handen vrij hebben. Handsfree honden uitlaten dus. Ja, met hun wel, ja. Oké. Okay. Nee, je hebt het gewoon hier aan, hè, leek? Aan de rollijn. Ja, aan de grote rollijn. Kijk, en je kan dan ook heel makkelijk even naar achteren stoppen. Ja, oké. Okay. Zoals wat ik dus nu net deed. Kijk, laat ik ze even gaan en dan stap ik even naar achteren. En dan komen ze vanzelf mee, scheelt je? Ja, ideaal. Ja. Scheelt je? Lekker met Ro en met de twee zusjes en wie anders? Lady. Lekker van het lopen. Ja, ja. Dus ja, nou gaan we weer lekker naar huis. Ro gaat ook met mij mee. Even kijken wat we allemaal weer gaan doen thuis. Handig. Ja. Dus dat. Yes. Helemaal goud. Allright, helemaal goud, hè? Ja, helemaal goud. Dat is wel een kikker. Dat kan je ook niet zien. Ja. Dat is wel mooi. En die rare dingen die op me afspringen, dat vind ik maar niks. Ja, en dat is water. Oh, oké. Okay. Ja, even alleen maar vooruit kijken. Ja. Dat klopt niet. Dit klopt niet. Je hoort dan in het water te duiken als je naar beneden gaat. Oeh, waarom met die ongevallen dingen? Dat is mooi.
stukje berg gaan we door. En daar verder op het water. Oké, dan gaan we heel hard naar beneden. Bijna botsing. Tunneltje. Oké. Finish. Oh nee. En de finish, ja. En dan ga je hier omhoog. Dan ga je er doorheen. Dan kom je op het water terecht. Dan heb je ook die ding op je afgeschoten. En toen? Blijf je drijven of wat? Nou, Rode zit het er helemaal niet zitten, want hij is moe. Hij zit wel, maar hij ziet het helemaal niet meer zitten. En maar wel met het leven voor mensen. Ja. Maar hij is schoonmoe, dus hij ziet het even niet meer zitten. Hij wil lekker slapen. Daarom ziet hij het ook even niet meer zitten, want hij zit nou niet meer. Nee, precies. Daar hebben we Lady. Nee? Hier hebben we Spido. Wie hebben we hier? Ben je mooi? Hi. Leuk koekie. Twee worsten. Waar is je zus? Waar is je zus? Je zus die zal wel weer hier liggen. Ja. Ga je zo mee met papa dan? Ga je zo mee met papa? Ga je zo mee met papa? Ga je zo weer mee met hem, met papa naar huis? Ja. Goed zo. Ga maar naar papa toe. Ja. Ja. Kraoogjes. Hey. Ja mensen, ik ben een beetje over en over en over de zeik. Waarom? Omdat hier namelijk in deze straat waar ik woon heel veel politie is en ook Romeo's. Ja, Romeo's. Ja, Romeo's. Ja, hè? Ja. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Maar ik weet om wie het gaat en ik weet ook in welke woning ze zijn. Oh ja, en dat zei die agent ook zo. Dat heeft u snel uitgevonden. Ja, wat wil je? Jullie staan met hem in die grote zaklampen in die woning te schijnen. Donder een straal eind heen. Maar ja, ik heb de persoon in kwestie dus al ingelicht. Maar die persoon in kwestie is er lekker niet. Dus laat hem lekker wegblijven. Ik vind het gewoon prima. Maar ik heb foto's van ze uitgenomen. Mochten ze die auto weg gaan slepen, dan heb ik foto's dat hij dus op dat moment nog heel is. Ja. En mochten ze die auto meeslepen, dan ga ik sowieso filmen en foto's maken. Dus ja, ik sta er zeker op mijn poten, want ik moest. Want echt serieus, hè? Ik stond dus daar ergens en bij die auto's. Komt er een agent op me af, geuniformeerd. Gaat Paul voor me staan. Ik zeg, ho, anderhalve meter of zo, ik weet niet. Want dat is de norm toch, nu ja. Voor de corona. Hè? Welke corona is er, ik weet het niet. Maar ik moest maar naar binnen gaan, want anders word ik aangehouden. Wauw. Oké, ik vind het op. Ik vind het prima. Dus ja, dus ik ben maar weer naar boven gegaan en ik vind het prima. Dan ga ik lekker vanaf buiten meekijken. Lekker live schouwspel. Maar helaas kan ik jullie dat niet laten zien, want anders ga ik weer in overtreding waarschijnlijk. Ja. En de gemeente en die kijkt ook mee, dus ja. Ja toch? Ja precies. Oh wow. Dus ja, dus dat. Dus ik heb hier een live schouwspel, wat niet echt live is, want er staan aan de andere kant. Ik ga ze niet filmen, helaas voor jullie. Maar er staan twee agenten met een andere auto, niet geuniformeerd, dus ik ga ze ook niet filmen. Dus ja, en ja, ik hou jullie gewoon op de hoogte van alles reilt en zeilt hier in deze straat op dit moment. Ik vind het niet leuk, maar ik ben gewoon even aan het lachen omdat ik vol en vol met adrenaline zit. Want hoe wil je me aanhouden? Voor wat? Ik sta verdomme aan de andere kant van de straat en bij onze eigen auto. Foto's te maken van de auto en van degene van en van waar ze binnen zijn. Nou, diegene kennen wij. En ja, weet je, als ik al niet eens en bij onze eigen auto mag staan. Kom op. Waar hebben we het over? Ja, een hele goede nacht allemaal. Ja, nou, Roos al lekker naar huis. Met de twee zusjes. Hij heeft Lady ook even uitgelaten voor mij. Maar ik ga deze vlog wel even afsluiten, jongens. Want ik ben back af, ik ben moe. Maar oké, dat kennen jullie wel waarschijnlijk aan me zien. Maar oké, ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. Dan blijf je zeker op de hoogte.
Laat een duimpje achter, want dat is heel belangrijk. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Dus een dikke tuut op je snuit. En graag tot morgen. Doei doei!